Karel Smouter is filosoof, journalist en adjunct hoofdredacteur van De Correspondent. Als kind was hij al bezig met het bestuderen van de wereld en gedrag. Hij schrijft veel over migratie, religie en mensenrechten. Belicht al jaren in zijn werk de vluchtelingenproblematiek en heeft een duidelijke mening over hoe hierover wordt gesproken in de media. Vandaag spreekt Karel over de grootste misverstanden rondom migratie. Ik ben als journalist gevraagd vandaag feiten en context te geven bij de vluchtelingencrisis. Nou is dat natuurlijk een kolfje naar mijn hand, want als onderzoeksjournalist houd ik van feiten. Maar ik moet eerlijk zeggen, door het nieuws van deze week uit Amerika loop ik de hele week al een beetje met een onbestemd gevoel rond. Wat kom ik hier nou eigenlijk doen? Kom ik nu feiten geven aan mensen in een tijd waarin feiten zo onder druk staan eigenlijk. Een tijd van feitenvrije politiek. Een tijd waarin iedereen zijn eigen waarheid heeft. Nou, ik zal de organisatie niet in de stress laten schieten. Ik heb uiteindelijk mijn presentatie niet omgegooid. Ik kom inderdaad feiten geven bij de vluchtelingencrisis. Maar op het einde zal ik ook nog iets meer vertellen over wat zo'n week als deze nu eigenlijk ook met dit onderwerp doet, hè, de vluchtelingencrisis. En dan heb ik het natuurlijk over de verkiezing van Donald Trump. Zelf bezocht ik als journalist in het najaar van 2013 alle hotspots van het Europese vluchtelingendrama. Ik reisde van de Turks-Griekse grens naar de grens tussen Turkije en Bulgarije. Ik reisde naar Malta, naar Lampedusa, naar Noord-Afrika. En op al die plaatsen sprak ik met de bouwers, de bewoners, de bestormers en de beschermers van Fort Europa. Ik wilde zo proberen om eens op een andere manier naar dit onderwerp te kijken. Niet als een incident of als een crisis, maar als iets structureels. Want meestal komen journalisten pas op dit onderwerp af als er een incident aan de hand is. Als er ergens een boot voor een eiland gestrand is. Dan zijn er op een gegeven moment bijvoorbeeld op Lampedusa meer journalisten dan inwoners. En als er heel veel incidenten zijn, dan wordt er ineens over een crisis gesproken. Dan hoor je daar politici over. Wat heb ik geleerd op mijn reizen en tijdens mijn schrijven over dit onderwerp? Ik geef een aantal lessen mee. De eerste, de vluchtelingencrisis bestaat niet. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. En ik weet niet of het filmpje wat ik daarbij wilde laten zien het gaat doen, maar ik ga wel even vragen of het gaat lukken. Dat wilde ik graag jullie laten zien. Geen filmpje. Hij gaat het wel doen. Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, kijk er even rustig naar. Wat je hier ziet is een filmpje van in totaal 7 minuten. Je hoeft het niet helemaal te zien. En als je goed ziet, zie je overal kleine rode stipjes komen. Het is nu 2000. Rechtsboven zie je de tijd. En inmiddels staat de teller al op 837. En zo telt het maar door. En voor mij was dit filmpje een enorme eye-opener. Het deed me namelijk beseffen dat wat het afgelopen jaar ineens de vluchtelingencrisis genoemd werd, eigenlijk al sinds 2000 aan de gang is. En eigenlijk daarvoor misschien ook wel. Het is eigenlijk alles behalve een crisis. Het is meer een soort natuurtoestand. Want wat je ziet is dus het aantal mensen dat op weg naar of op de weg terug uit Fort Europa is komen te overlijden of vermist geraakt. Nou, we zijn inmiddels in 2002 beland en de teller staat al op 2230. En zo gaat het maar door. Dus een hele huiveringwekkende grafiek. Die, als het ware, de eerste mythe die over de vluchtelingencrisis verteld wordt, namelijk dat het een crisis zou zijn, ondergraaft. Want wat is een crisis eigenlijk? Ik kwam er maar liefst 21 definities van tegen toen ik ging zoeken. En de rode draad daarvan is dat het allemaal hoogtepunten of omslagpunten zijn. Maar als je dit zo ziet, dan zie je, het is alleen maar een crisis omdat politici en media, dus ik zelf ook als journalist, het een crisis noemen. Wat is het tweede wat ik ontdekte? De ene vluchteling is de andere niet. Het tweede wat me opviel de afgelopen jaren, toen ook in Nederland een heel verwoed debat gevoerd werd over vluchtelingen, is dat er heel veel termen door elkaar gebruikt worden. En over het algemeen gebruiken mensen die sympathie willen kweken voor mensen die onderweg zijn, het over vluchtelingen. En mensen die vooral aandacht willen voor de druk van al die mensen aan onze poorten, hebben het liever over migranten. Ik heb dus op een rijtje gezet wat de definities zo'n beetje zijn. En dat is net de volgende sheet.
Waar hebben we het over? Nou, de grootste verzamelnaam, dat zijn de migranten. Dat is iedereen die zijn huis verlaat om zich elders te vestigen. Die vallen vervolgens uiteen in aan de ene kant ontheemden, dat is verreweg de grootste groep. Dat zijn migranten die in eigen land, maar niet in hun eigen huis blijven. Dus die wel hun huis moeten verlaten, maar niet hun land uit kunnen of willen. Nou, die mensen die op een gegeven moment wel hun land verlaten, worden asielzoekers zodra ze naar een land gaan waar ze asiel kunnen aanvragen. Maar op een gegeven moment worden asielzoekers ook vluchtelingen. Op het moment dat ze asiel krijgen, of de vluchtelingenstatus krijgen, of ze worden illegalen. En op dat moment krijgen ze geen verblijfstatus en moeten ze weg. En dan heb je ook nog de groep staatlozen. Dat zijn mensen die eigenlijk door geen enkel land erkend worden als vluchteling niet of als burger. Dus de staatlozen. Ja, nu zullen jullie dat in deze zaal zo'n beetje wel weten, denk ik. Maar ik begin hier toch over, omdat het woord dat je gebruikt heel veel bepaalt voor wat je ziet ook en aan welke mensen je eigenlijk denkt. Maar er is nog iets aan de hand. Want met cijfers en definities wordt veel gegoocheld. En zo schermen tegenstanders van een ruimhartig asielbeleid graag met cijfers over de vele honderdduizenden die in sommige landen asiel zouden krijgen. Maar er is een heel groot verschil tussen asiel aanvragen en asiel krijgen. Dat laat deze statistiek mooi zien. Wat je hier ziet, dat zijn het aantal aanvragen per 100.000 inwoners in Europese landen. Nou, je ziet koploper Hongarije. En op zich klopt dat ook wel met het beeld dat Hongarije graag van zichzelf neerzet. Hè? Als een land dat bijna bezwijkt onder de druk van het aantal vluchtelingen dat daar zo zijn. Maar wat je eromheen ziet, om het cirkeltje, dat is het percentage positieve beslissingen dat genomen is door de asielautoriteiten daar. En dan zie je ineens een heel ander verhaal. Dan gaat het ineens om 15%. Nou, een ander land waar heel vaak van gezegd wordt, dat is echt de koploper in Europa, dat is Duitsland. Dat is het land direct onder Hongarije hier op de grafiek. Nou, je ziet dat om 544 aanvragen per 100.000 inwoners gaat. Maar daarvan is maar 2/3 uiteindelijk daadwerkelijk voorzien van de vluchtelingenstatus. En 1/3 van de mensen wordt door politici wel genoemd, zeg maar, als asielzoeker. Maar moet op een gegeven moment, meestal na een paar maanden, toch weg. Je hebt het dan bijvoorbeeld over mensen uit de westelijke Balkan of uit Noord-Afrika. En wat je ziet is dat, dat dit voor constante verwarring zorgt. Hè. Jullie weten ongetwijfeld nog wel de oudejaarsrellen in Keulen, afgelopen oud- en nieuwwisseling. We zijn 100 dagen later met een artikel gekomen op de Correspondent. En toen hebben we uitgezocht van hoeveel vluchtelingen waren er eigenlijk bij betrokken, zeg maar. Want het beeld was op dat moment dat vluchtelingen zich aan vrouwen vergrepen hadden. Nou, uiteindelijk, op het eind van de rit bleken het inderdaad mensen te zijn die in een asielzoekerscentrum woonden. En dus als asielzoekers of als vluchteling genoemd werden. Maar die in feite uit Noord-Afrika kwamen en gewoon een paar maanden zeg maar, in Duitsland wilden werken. Dus, en zo loopt het vaak, als het ware, door elkaar. Ja. Het derde wat ik heb opgestoken, dat is een andere mythe eigenlijk in het vluchtelingendebat. Namelijk dat wij de held zouden zijn of het slachtoffer van dit verhaal. Met wij bedoel ik dan natuurlijk Europa, het Westen. Ook daar heb ik een statistiek van meegenomen. En die komt als goed is nu op. Ja, dit vind ik zelf een heel veelzeggende. Je hebt het hier over 6 verschillende stromingen. De grootste, verderweg de grootste groep, dat zijn de 41 miljoen mensen die in eigen land blijven. Dus de ontheemden die ik net al noemde. Uiteindelijk worden er 8 miljoen mensen opgevangen in de regio. En zo'n 15 miljoen mensen, die worden in andere landen buiten Europa opgevangen. Nou, van deze hele grote stroom vluchtelingen komt uiteindelijk 1 miljoen mensen in Europa. En daarvan, het allerkleinste streepje links, 59.000 naar Nederland. Dan heb ik het over het afgelopen jaar. Nou, wat vertelt ons dit nu? Dat het beeld van het zijn er zoveel, dit is meer dan we kunnen dragen, op zijn minst wel correctie behoeft. Iets wat ook veel gebeurt is dat er eigenlijk gezegd wordt van er gaat heel veel geld naar vluchtelingen en daardoor heel weinig geld naar bijvoorbeeld ouderenzorg of andere zaken die heel belangrijk zijn. Nou ja, er is nooit een verband tussen die twee aangetoond. Dus ook dat is een mythe die wat mij betreft in de prullenbak kan. Iets anders. Hoe los je dit nou op? Dat is altijd de grote vraag met dit issue. Ik ben ook eens gaan kijken naar de hoeveelheid geld die op een gegeven moment geïnvesteerd is door Europa. Om, als het ware, het vluchtelingenprobleem op te lossen. En daar gaat het volgende over. Migratie is niet op te lossen door er geld tegen aan te gooien, was mijn conclusie daar. En dat laat de volgende statistiek mooi zien.
Ik zal hem weer even toelichten, want het is lang niet voor iedereen te zien in zo'n grote zaal, denk ik. Wat je hier ziet is het aantal doden op weg naar Fort Europa tussen 2000 en 2015. Dat is gebaseerd op die bewegende statistiek die ik liet zien in het begin. Nou, je ziet dat het er grosso modo zo tussen de 1500 à 3000 zijn, met een kleine dip her en der. En de afgelopen jaren gaat het dan om 1000 mensen meer. Maar daaronder zie je een paar stapeltjes euro's. In de eerste 5 jaar van deze eeuw gaven we 2,7 miljard uit aan grensbewaking. In het tweede cohort gaat het om 4,6 miljard. En de laatste 5 jaar gaat het om 8,4 miljard euro. Nou, wat vertelt dit cijfer ons nu? Eigenlijk vooral dit, dat het opwerpen van grenzen, zeg maar, migratie niet stopt. Maar migratie wel dodelijker kan maken. Je moet altijd oppassen met het leggen van directe verbanden. Maar wat in ieder geval een feit is, is dat de mensenhandelbusiness, de mensensmokkelbusiness moet ik zeggen, gebaat is bij grenzen op een gekke manier. Want wat is het verdienmodel van een mensensmokkelaar? Dat is iemand die een vluchteling brengt waar die wil zijn. Dat is moeilijke routes. Dus hoe moeilijker de route, hoe meer grenzen, hoe meer mensen ook bereid zijn te betalen aan mensen om hun daar langs te leiden. Dus op een bepaalde manier denk ik dat al die camera's langs de grens, al die grensbewakers, al die technische snufjes die daarbij gebruikt worden, en die zijn erg indrukwekkend, kan ik je vertellen, hebben bijgedragen aan het steeds dodelijker worden van dit probleem in elk geval. Ja, ik heb dat zelf ook met eigen ogen kunnen zien. Eigenlijk de mythe dat migratie op te lossen valt, zag ik daar heel scherp. Ik ben op een gegeven moment naar de grens tussen Turkije en Griekenland gegaan. En dat werd op dat moment gezien als het grote succesverhaal. Je hebt daar een landgrens van 10 kilometer. Nou, daar werd een enorm hek geplaatst. Dat heeft zo'n 3 miljoen euro gekost op dat moment. Prikkeldraad, echt zoals je een hek tekent, zeg maar. Nou, door dat hek is het aantal vluchtelingen in 9 maanden tijd met 95% gedaald. Echt spectaculair. Dat ging van 8000 naar 27 op het laatste. Er probeerden het bijna niemand meer. En die paar mensen die toch over dat hek probeerden te proberen, die kwamen daar gehavend of zelfs overleden vandaan, zeg maar. Dus met andere woorden, Griekenland zat op dat moment potdicht. Maar ik ben eens gaan kijken, zeg maar, wat de cijfers waren bij andere grenzen op dat moment. En wat je zag is dat op het moment dat je één grens sluit, zich andere grenzen openen. Zo ben ik in diezelfde week gaan kijken bij een groot kamp in Bulgarije, wat op dat moment echt overspoeld werd door vluchtelingen. Je zag zelfs dat er precies evenveel mensen nu richting Bulgarije gingen als dat er het jaar daarvoor naar Griekenland gingen. Met andere woorden, grenzen lossen het probleem niet op, maar verplaatsen het probleem. Ik denk dat dat een heel belangrijke rode draad is. Mijn laatste conclusie, en dat is eigenlijk een conclusie die misschien slecht nieuws is voor die mensen die geloven in de mythe dat ontwikkelingssamenwerking, dus het verkleinen van de grenzen tussen arme en rijke mensen, uiteindelijk zal leiden tot minder migratie. Onze eigen Nederlandse overheid is heel veel geld aan het uitgeven op dit moment om overal in Afrika, zelfs in Zuid-Soedan, ervoor te zorgen dat mensen als het ware worden gestimuleerd om thuis te blijven. Dus de gedachte is dan, we geven een beetje geld en dan is de noodzaak om hier te komen minder groot. Nou, dit statistiekje laat heel duidelijk zien dat dat een duidelijke mythe is, zeg maar. Want wat je ziet, is dat het aantal mensen bij meer ontwikkeling in eerste instantie juist toeneemt. Pas als je in een hoog ontwikkeld land of in een heel hoog ontwikkeld land bent, dan zijn er meer immigranten dan emigranten. En tot dat moment zie je juist dat mensen sneller op weg gaan op het moment dat ze iets meer geld hebben. Dus, en dat is op zich ook helemaal niet zo gek natuurlijk. Want om zo'n reis te maken heb je op zijn minst een startbudget nodig. Je moet een reis kunnen ondernemen. En een beetje geld hebben is het begin, zeg maar, ook van het ontwikkelen van die droom om weg te gaan. De meeste mensen in Afrika bijvoorbeeld, die denken er niet eens aan. Dus omdat ze gewoon die middelen niet hebben. Dus ook dat is eigenlijk weer iets wat, en dat is op een gegeven moment voor mij een soort rode draad geworden, dat laat zien dat migratie eigenlijk misschien wel boven alles een soort fact of life is. Als je even uitzoomt, dan zie je dat de statistieken al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw vrij stabiel zijn. En gemiddeld 3% van de mensheid is onderweg. Er zijn soms wat dipjes, dan gaat het naar 2,75%.
En we leven nu in een tijd van een piek. Het zit nu tegen de 3,25% aan. Dus als je kijkt naar de hele wereld, is dat ongeveer het aantal mensen dat een grens overgaat. Verderweg, de meeste mensen, gaat overigens maar één grens over. Dus gaat één land verder wonen. En uiteindelijk, als je helemaal uitzoomt, dan zie je dat het overgrote deel van de mensheid uiteindelijk sterft binnen een straal van, ik meen, 3 à 5 kilometer van waar je geboren bent. Dus, ik kan op dit moment nog geen redenen bedenken waarom dit ineens drastisch zou gaan veranderen. Dat kan natuurlijk, maar dat zou historisch wel echt uniek zijn, zeg maar. Dus het echte drama, denk ik, van de vluchtelingencrisis is dan ook uiteindelijk visumvrijheid. Hè, toen ik een paspoort ging aanvragen een paar jaar terug voor mijn pasgeboren zoon, kocht ik als het ware een ticket voor hem naar 171 landen. Dus waar hij zonder visum nodig te hebben naartoe kon. Nou, als je dan even terugdenkt aan het Peutertje Aylan, die op een gegeven moment aanspoelde op de kust van Turkije. Die kon naar 29 landen reizen zonder dat hij een visum nodig had. En ik heb eens gekeken wat voor landen dat zijn. Nou, dat zijn landen waar je letterlijk nog niet doodgevonden wil worden. Migratie is here to stay. Dat is voor mij de belangrijkste conclusie. Maar wat doe je nu met dit feit, hè? Met al deze feiten en statistieken? Hoe verkoop je dit nu aan die steeds groter wordende groep mensen die eigenlijk, ja, koste wat kost, wil dat migratie stopt, aan banden gelegd wordt, die een broertje dood heeft aan dit soort presentaties en er ook nooit op af zal komen? Ik denk aan twee dingen. Ten eerste, geef burgers meer grip op de zaak. Beschouw migratie niet als een ramp die soms ineens uit de lucht komt vallen, maar bereid je bevolking daarop voor. Ik ben eens gaan kijken naar de bezuinigingen bij het COA, de opvang van asielzoekers, en bij IND in de jaren voordat de vluchtelingencrisis vorig jaar uitbrak. Wat je ziet is dat die organisaties elk jaar minder geld en minder mensen kregen. En dat werd ook door de overheid verkocht als een soort argument om te zeggen van, ja, kijk, als we ons te goed voorbereiden, dan horen mensen dat en dan komen ze allemaal hier naartoe. En dan creëren we een poolfactor. Nou, ik geloof dat de meeste mensen die op weg gaan vanwege pushfactoren onderweg zijn. Maar goed, dat was in ieder geval de gedachte. Dan blijven ze wel thuis. Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd. En vandaar ook, ja, al die paniek, hè, vorig jaar in plaatsen als Oranje en Geldermalsen en al die plekken waar ineens ruimte gemaakt moest worden. Ik zou eigenlijk willen voorstellen, bereid je bevolking voor. Ga bijvoorbeeld bij Prinsjesdag kondig een ambitie aan. Zeg maar. Zoveel economische migranten hebben we nodig in deze sectoren. Zoveel vluchtelingen willen we het komende jaar herbergen. Het gaat zus of zo goed met de economie. Dit is wat we willen waarmaken. Dit is ons commitment. En vervolgens kun je ook de reis die mensen moeten maken hier naartoe overbodig maken. Door mensen ter plekke ook op te halen en hier naartoe te brengen, bijvoorbeeld. Nou gebeurt dat nu wel, maar echt maar met een paar honderd mensen. Mijn voorstel zou zijn om dat tot het beleid te maken. Want wat je dan geeft aan mensen is dat wat ze nu missen. Namelijk een bepaalde grip op de zaak. Hè? Het gevoel dat ze overspoeld worden is precies wat mensen onrustig maakt, denk ik. En het tweede en het laatste ik bedacht wat wij kunnen doen hier met z'n allen, zonder dat we meteen de overheid ervoor nodig hebben, is dit. Hè? Ik denk eerlijk gezegd dat ik een zaal inkijk van mensen die de echte kampioenen waren van de vluchtelingencrisis van afgelopen jaar. Hè, kerken hebben ontzettend veel gedaan en christenen stonden voorop om vluchtelingen te helpen. Ik heb gepraat met Vluchtelingenwerk Nederland en daar zeiden ze zelfs, op sommige plaatsen zijn er veel en veel meer vrijwilligers dan dat we werk hebben voor vrijwilligers. Ik heb ook mensen gesproken die heel graag iets wilden doen, maar er waren te veel handen als het ware. Mijn voorstel zou zijn om het komende jaar net zo van vluchtelingen te gaan houden als van de deplorables, zoals Hillary Clinton ze noemde. En de mensen die zich zorgen maken over vluchtelingen, de mensen die misschien jaloers zijn op vluchtelingen, omdat zij wel Nike's en een iPhone hebben en zij niet. Om je naaste liefde te hebben, kortom, net als de vreemdeling die in uw poort is, en als jezelf.